In het centrum van Asten werd op woensdag 10 april een koningslinde ter gelegenheid van de troonswisseling geplant. Dit gebeurde onder toeziend oog van de oude prinsen van de klot uit Asten. De oude prinsen hebben deze koningslinde, die staat te pronken op de hoek Emmastraat, Tuinstraat, Burgemeester Frenkestraat, tegenover Verdonschotmolen, geadopteerd. Het planten van de koningslinde zelf gebeurde door burgemeester Vos en de 11-jarige Linda Hazen uit Ommel. Schenk van Rooij, voorzitter van de oude prinsen van de klot. Het blie een gek gezicht om in april prins carnaval te zien hier. Ja, er staan er meer van die oude prinsen. 10 april, ja, het is een beetje een gekke datum, maar het is ook een heel bijzondere gebeurtenis vandaag, mag ik wel zeggen. Achter de koningslinde, vertel eens. Nou, het is zo, wij hebben als Oude Prinsenclub, we zijn een heel vitale club. En we hebben in 1997 hebben wij het plan opgevat, toen Toon Feijen president werd, om een bom bij hem in zijn tuin te zetten. En dat werd eigenlijk het symbool van de groei van onze vereniging, van onze Oude Prinsenclub. Alleen die bom is helaas in december kapot gegaan. En toen moest er een eigen bom komen. En onze secretaris Huub Verdonschot, die het snoorde plan opgevat om een bom in het centrum van Aalst neer te zetten. En daarna een prinsenbom. Dus eigenlijk is dat een bom van Toon Feijen? Eigenlijk zal ik dat hoor zo kunnen zeggen. Alleen die heeft zijn kruid verschoten. Die bom die is er niet meer. Toon Feijen is wat dat betreft ook een beetje uitgespeeld nou. De gemeente die had het plan om hier een koningslinde neer te zetten. Ter gelegenheid van de kroning van Willem-Alexander. En toen wij met het idee kwamen van, maak er dan ook meteen een oude prinsenbom van. Toen vonden ze dat eigenlijk zo'n geweldig mooi initiatief. Dat ze gezet hebben van, nou, dat gaan we doen. Sterker nog, wij hebben de plaketten die we straks gaan onthullen zelf mogen ontwerpen. Dus het is dadelijk eigenlijk een koningslinde. Die is geplant ter gelegenheid van de kroning. Maar die tegelijkertijd de naam mag dragen van een oude prinsenbom. Dus je adopteert een bom van de gemeente? Wij adopteren die bom van de gemeente. En het verhaal... Als de bom van Toon nog niet was geweest, had het niet gedaan? Nou, als je niet kapot was gegaan, dan gaan wij daar mee weiter gegaan. Want het is namelijk zo, elk jaar hebben wij een zomeractiviteit. Dan gaan wij in de zomer met de dames en de oude prinsen zelf een schone dag doen. En daar hebben wij een vast ritueel in. Dat is het meten van de prinsenbom. En die stond dus bij Toon in den Hof. En die weer elk jaar met een hoop ceremonieel weer die gemeten. De stam omtrek, een meter boven de grond. En de hoogte van een bom. En dat weer netjes opgetekend in een boek. En nogmaals, dat was eigenlijk het symbool van de groei van onze vereniging. Want totdat hij kapot ging, bleef hij groeien. Helaas is daar. Maar hij ging kapot binnen een jaar of zo? Nee, hij had er 15 jaar gestaan bij Toon in den Hof. Hij was ook nog niet helemaal kapot. Er zaten zoveel schimmels in dat we hem uit zijn lei hebben moeten verlossen. Dus het was bitter dat hij daar... Het zou niks meer worden. Dus er moest een alternatief komen. Dus een bom betekent dat je beter gaat onderhouden als club, of niet? Ja. Het is jullie bom, hè? Het is onze bom, ja. Wij hebben hem geadopteerd. We hebben tegen elkaar gezegd van... Ja, de gemeente doet in principe het onderhoud. Die hebben daar toegezegd. Alleen, wij moeten er af en toe tegen praten als we langs fietsen. En we moeten hem elk jaar gaan meten. Dat hij in ieder geval onder controle blijft van ons. Dat is eigenlijk wel de bedoeling, ja. Dat ritueel, dat blijft gewoon nog. Dat ritueel, dat gaan we elk jaar hier dus doen. Als de zomeractiviteit is, dan komen we hier bij elkaar... Er zal een hele ceremonie aan vooraf gaan. Dan wordt hij. Ik hoef niet weten weg naar het café. Nee, maar dat is het grote voordeel. Het staat en midden in Turp. Het is mooi voor iedereen te zien. Het wordt waarschijnlijk een hele hoge schone bom. En we zitten vlak bij onze residentie. Dus dat is twee vliegen in de klap. Met dank aan Toon Feijen. Met dank aan Toon Feijen uiteindelijk. Dat je hem kapot hebt laten gaan. Dat is voor. Toon Feijen, dankzij jou een bom, mag ik hier een andere bom gaan planten. Ja, inderdaad. Het bumke heet begiffen bij mij. Zou je erin komen of niet? Vorig jaar was hij al wat ziek. Wat was het voorin? Het was een meidoorn. Een meidoorn en die zijn nogal gevoelig voor ziektes. En vooral voor wijnt. Wijnt van Zuimerijk. Hij stond op een hukske waar daar net de wijnt een beetje tussen die gang doorkwam. Dus je zag het aankomen? Ik zag het eigenlijk aankomen. En je kreeg een koningslinde voor terug? Ik kreeg een koningslinde voor terug, ja. Dus dat kwam nou dit jaar heel mooi uit. Ja. Deze bom gaat ook goed verzorgen? Deze bom die gaan we elk jaar gewoon even verzorgen. Maar met de carnaval gaan we er natuurlijk wel een keer een dansje rondom hem maken. En we gieten er nog iets bij, denk ik, dat je het vooral goed blijft doen. Je bent van Sint-Pieterschool Ommel. En dan mag je hier een boom en assen planten. Hoe komt dat? Nou, ik ben op 27 april jarig. Net zoals de koning. En ik ben ongeveer net zo oud als de oudste dochter. Ongeveer? Ja, ik ben iets ouder. En daarom mocht je dat doen? Ja. Ja. Wanneer hebben ze jou benaderd? Hoe kwam dat? Mijn vader zei dat tot de gemeente belde.
En toen vroeg hij of ik dat wou en dat wou ik wel. Ja, dat is een koningslinde geplant door Linda Hazestater. Ja. De rest van je leven sta je hier in Asten te pronken, hè? Ja. Met je naam. Ga je ook regelmatig kijken hoe de boom het doet of niet? Ja. Ja? Dat is jouw boom een beetje. Mm-hmm. Ja, mooi.